Als we binnenkomen is het voor ons even zoeken naar Megan. Want aan het toernooi doen meer dan 300 springers mee. Megan is niet alleen een van de jongste, maar ook een stuk kleiner dan de rest. Ik ben Megan Brouwers, ik ben 10 jaar oud en ik doe trampolinespringen. En dat vind ik een hele leuke sport. Dat Megan niet zomaar meedoet aan dit kampioenschap blijkt als ze gaat inspringen. Ze heeft talent. Een paar jaar geleden werd ze ontdekt tijdens een gymles. Sindsdien traint ze een paar keer per week. Nou, ik vind gewoon op en neer en dan heel hoog, dat vind ik gewoon leuk. Hoog springen vind ik leuk. Hoog springen is een van de dingen waar je hier punten voor krijgt. Voor Megan is dat extra hard werken, want ze springt tegen meiden die een stuk groter zijn. Ja, ik ben de ene jongste hier en dat vind ik wel spannend, want ik moet tegen heel veel ouderen. Dan voel ik me eigenlijk heel klein. Ik ga gewoon mijn oefening uitspringen en dan kijk ik wel. En Megan heeft een geheim wapen. Daar maakt ze slim gebruik van bij de jury. Dan sta ik op de trampoline en dan mag ik beginnen. En dan ga ik gewoon heel schattig lachen en dan kijken ze heel lief naar mij. En dan is het zover. Megan is aan de beurt. Ze doet 2 oefeningen van 10 sprongen. De jury kijkt toe en geeft punten. De oefeningen gaan gelukkig allemaal goed. Ze haalt niet genoeg punten voor de finale, maar dat maakt er niet zoveel uit. Ze springt vrolijk door, op weg naar haar grote droom. Olympische Spelen. Ik wil gewoon daar naartoe gaan en dan een wedstrijd springen. Maar het maakt niet uit als ik niet op het podium kom. Maar als ik daar kan springen, dan vind ik het al helemaal leuk.